al dat cynisme over de VVD. Dat ze hun liberale principes overboord zouden gooien. Te makkelijk gaan regeren met de PVV. Onuitvoerbare plannen ze voorstellen. Je kan ervan zeggen wat je wil. Er ligt een akkoordje. Gewoon slim gedaan. Ik heb het hoofdlijnakkoord ook bekeken. Slim akkoordje hoor. Het is inderdaad een heel slim akkoord. Ik heb het hoofdlijnakkoord gekeken. Lekker akkoordje hoor. Ja? Slim akkoordje hoor. Hè? Een slim akkoordje. Ik vond het een slim akkoordje, ja. Wat goed, ja. Goed akkoord, goed akkoord. Niet allemaal even realistisch, maar een slim akkoordje. Het zit vernuftig in elkaar. Er zitten allemaal van die kleine, typische VVD-slimmigheidjes zitten erin. Ja, dat hebben we goed onderhandeld, toch? Ja. Ja. En sommige dingen zijn niet allemaal even realistisch of dan gaat de rechter jullie terugfluiten. Maar desondanks, slim akkoordje. Er staan genoeg punten in die slim geclausuleerd zijn, laat ik het zo zeggen. Ja. Wat vond u het slimste aan het hoofdlijnakkoord? Het meeste VVD-slimmigheidje? Nou, ik vind het woord slim zou ik er zelf niet op plakken. Nee. Ik vind het goed dat we een akkoord hebben gesloten. Voor stabiliteit, voor veiligheid. En daarom vind ik het een goed akkoord. Vind ik het ook een liberaal akkoord. Ja, wat ik ook heel slim vind. Hè, jullie doen eerst het zoet. Eerst wordt er heel veel geld uitgedeeld. En de lastenverzwaring komt pas over een aantal jaar. En dan is het kabinet natuurlijk misschien al gevallen. Maar dat is ook slim. Dat is bij alle kabinetten gebeurd. Precies. Ja. Ja. Daar was meneer Balkenende ook erg sterk in om dat aan te appelleren. Maar... Hij deed dus eerst het zuur, dan het zoet. Maar jullie denken, we doen het andersom. Eerst het zoet, dan het zuur. Slim. Ja, dat is slim. Dat kan ik niet tegenspreken, maar het moet wel realistisch blijven. Ja, niet te realistisch. Ja, zo kan je het ook zien inderdaad. Wat ik er ook slim aan vond, is dat houdt waarschijnlijk niet stand bij de Europese rechter. Het uitroepen van die asielcrisis bijvoorbeeld. Maar ja, dat maakt niet per se uit. Het gaat ook om het beeld natuurlijk wat je wil laten zien. Slim. Uiteindelijk is het Denemarken ook gelukt, dus waarom zou het ons niet lukken? Nou, Litouwen en Hongarije is het bijvoorbeeld niet gelukt, maar daar gaat het niet om. Het is gewoon een slimmigheidje. Ja. Het stikstofbeleid bijvoorbeeld, dat houdt ook helemaal geen stand bij de Europese rechter. Vrees ik ook. Maar goed, het staat er wel in, dus het is wel weer lekker een signaal richting die BBB-stemmen en richting die boeren. We gaan jullie valse hoop geven. Ja, slim. U heeft het slim gelezen. Ja. Je bedoelt dat het kansloos is? Nou ja, dat is wel wat ik bedoel, maar wel heel slim. Ja, ligt er nou voor wie, hè? Ja. Dus, nou ja, voor jullie. Nou ja, ik ben blij met het klimaatfonds, ik ben blij met kernenergie. En of de rest wel of niet haalbaar is, ja... Dat is voor de rekening van de andere partijen die het aan hun achterban moeten uitleggen. Wat ik ook een slimmigheidje vond is, moet 1/5 van de ambtenaren moet de laan uitgestuurd worden. Waarvan het Centraal Planbureau zegt, ja, dat is helemaal niet realistisch, dat kan helemaal niet. Maar toch is het dan een mooi signaal naar de kiezer, want kijk, we willen snijden in de ambtenarij. Is een slimmigheidje. Er staan heel veel signalen in het regeerakkoord, maar het is vooral op hoofdlijnen. Precies, en dan zijn sommige dingen niet uitvoerbaar, maar daar gaat het dan ook niet om. Nou ja, ik ben benieuwd met welke maatregelen mijn opvolger en het nieuwe kabinet gaat komen. En ik ga vooral met heel veel belangstelling naar die maatregelen kijken. Snap ik, dat wordt voor u op de bank smullen, wat er allemaal gaat gebeuren. Nou, ik vind het altijd leuk om te kijken hoe anderen daar dan weer invulling aan gaan geven. En ik moest ook een beetje lachen, want er zijn ook heel veel maatregelen waar links dan heel boos aan wordt. Hè? Zo het verhogen van de BTW op kranten, het verhogen van de BTW op boeken. Maar dan bioscopen en pretparken wel nog steeds het lage tarief. Ik zag al die linkse tranen. Ik persoonlijk moest daar toch een beetje dan om lachen. Nou, als je een akkoord presenteert, zijn er altijd mensen boos. Ja. En als het dan linkse mensen zijn, is dat altijd extra leuk. Ja, zij vinden het dan waarschijnlijk weer leuk als wij ergens boos over zijn. Ja, ja, nee, goed, we worden ook vaak genoeg door links geplaagd. Dus dan mogen we wel een keertje terugplagen. Even lekker terugplagen, ja toch? Ja, ja. Als je kijkt naar de samenstelling van de partijen, is het natuurlijk niet gek dat er ook hier en daar wat plaagstootjes naar, nou, ik noem het maar links, in zitten. Dat... Beetje rancune, hè? Ja, beetje rancune. Nee. Maar dat is ook mooi, dat is ook mooi. Nee, rancune zou ik het niet noemen, het is meer te laten zien. Kijk, wij gaan het zo doen. Nu zijn wij aan de macht en nu gaan we die linkse grachtengordel een beetje terug jullie hok in. Misschien dat ook soms geen kwaad kan, hè? Je zou het cynisch kunnen noemen, maar ook slim. Ja, ik zou het cynisch noemen. Ja, maar ook slim. Nou, dankjewel. Toch, dat je niet achter je eigen mensen gaat staan, maar dan zo graag wil regeren met Wilders, dat je gewoon je eigen mensen voor de bus gooit. Dat is politiek vernuft. Nou, dankjewel. Wat ik ook zo ontzettend bijzonder vind, is dat u bent vernederd in een tweet door Wilders. U heeft de hele spreidingswet moeten intrekken. En toch is het die VVD gelukt om ondanks alles u binnen boord te houden. Ja, dat is geniaal. Kijk, ik weet niet of het op die manier gegaan is, maar... Nou, op zich wel, toch, die tweet van Wilders. Nou, die tweet van Wilders... Een liezerig mannetje. Ja, dat interesseert me niet. Engmannetje was het. Engmannetje, excuus. Nee, maar dat interesseert me helemaal niet. Die spreidingswet? Ik was de enige die nog niet beledigd was, dus ja. Je zou het cynisch kunnen noemen... Ook slim. Je zou het cynisch kunnen noemen, maar ik noem het te weinig liberaal.
te benepen, te veel naar binnen gericht. Dat zeg ik als VVD'er. Ja. Bent u dan ook een beetje opgelucht dat u denkt, ik hoef niet nog een keer naar Brussel met allemaal onuitvoerbare maatregelen? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben met veel naar Brussel gereden. Ik heb daar veel gesprekken gevoerd. Ik heb de ruimte nooit gekregen. Maar nogmaals, ik ben benieuwd hoe mijn opvolger dat gaat doen. En net zoals in het leven, ja, als dingen niet lukken, dan ga je het op een andere manier proberen. Ja. En dat zien we dan wel weer. Dan moet je dan kijken, dat is besturen. Ja, en dan kunnen dingen meevallen en dan kunnen dingen tegenvallen. Welkom in het landsbestuur, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Dat wordt leuk. Een paar jaar regeren met de PVV. Ja, ik hoop dat het wat minder dan een paar jaar is. En de VVD moet en zal regeren. Nee, niet tegen elke prijs. En ik zie een flinke prijs. Er ligt gewoon wel een akkoord waar heel veel VVD in zit. En ook heel veel punten die wij nu kunnen realiseren. Ja. En lekker 130. Vroem, vroem. Ook slim. Waar het kan, hè? Waar het kan. Ja. Vroem, vroem, vroem. Ook een slimmigheidje, ja. Slim. Dank u wel. Hoi. En vond je dit nou een leuke video? Mooi. Vond wel oké. Een zesje. Maar ik zou me wel abonneren op dit kanaal.